Kijk, dat is bijzonder dat u hier bent. U bent een van de grootste mensen op het gebied van sowieso dierenartsen enzovoort. Ja, maar dat wou ik zo niet zeggen. Ik gewoon ja, je best doen en alles proberen. Dat is het mooiste. Nee, niet downplayen nu gelijk. Wel een beetje groot maken natuurlijk allemaal. Het is toch een begrip. Jij kwam hier binnen en zei, dokter Pol is er. Hij is er. Ja. En ik, kijk, ga er van stotteren. Ja, ik merk het aan je. Dat heb je niet stil. Zo onder de indruk was ik. Nou ja, ik zie dokter Pol over sporten gesproken. Als je in de sportschool bent, dan zie je de zender. Jij bent veel in de sportschool. En ik ben veel in de sportschool aan het lopen of op die cross trainen. En dan kijk je naar zo'n scherm en wie zie je daar dan altijd? Mm-hmm. Dokter Pol. Dus ik ken dokter Pol vooral van zijn gezicht. Niet van zijn stem, maar die hoor je dan niet. Nee. Maar al die avonturen die hij beleeft. En het feit dat hij met die een Groninger bent u van oorsprong, toch? Drenthe. Ja, maar zo'n van die nuchterheid uit Nederland. Die daar dan in dat Amerika, in dat grote Michigan waar die rond rijdt. Om die mensen te helpen. Het ene moment met een parkiet. En het andere moment met een stier. Ja, of grote Belg. Ja, van 800 kilo. Een grote Belg, een Belgische blauwe, zo'n koe. Ja, Belgische paarden. Oh, zo'n paard, zo'n trekpaard. We hebben dus een heleboel Amis in onze praktijk. En die hebben dus grote paarden. Maar ik heb hem ook wel eens een stier zien kastreren, toch? Ja, natuurlijk. Ach. Dat is echt indrukwekkend. Ja, toch even voor de mensen die dokter Pol niet kennen. En ik moet eerlijk toegeven, ik kom al heel lang niet meer in de sportschool. Jij weet, vroeger kwam ik daar nog wel eens, maar ik kende dokter Pol niet. Echt, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik had nog nooit een aflevering gezien. Nee, maar zo, ik bedoel niet onaardig. Dus ik heb al die afleveringen zitten kijken. Alle 199. Vandaag heb ik nummer 200 zitten bekijken. Heden. Ja, dat was een feest om naar te kijken. Ja. Maar op National Geographic. En iedereen kijkt ernaar. Overal all over the world. Dat blijkt het dus, ja. Ja. En op het ogenblik is het dus met Disney Plus aan het streamen. En ik heb de laatste gehoord dat het nu in 160 landen uitgezonden wordt. En die zit hier gewoon bij de Friday Move. Ja, natuurlijk. Hè? Groot in 160 landen. Aan de tafel. Ja, waarom niet? Gewoon doen. Maar wat merk je daarvan als je ergens komt in de wereld dan? Hoe gaat dat dan? Mensen klaar met handtekeningboekjes, rijden, wel, dranghekken? Maar, het hangt er dus vanaf. Als we hier gewoon rondlopen, zoals in Amsterdam, dan, dat mensen, hey, dokter Pol. Ja. En de jongere mensen, die komen dan achter ons aan en even een foto maken. Nou, goed hoor, geen probleem. Ja. Maar als we dus in andere landen komen, is hetzelfde, precies hetzelfde. Maar wat is het geheim van dokter Pol dan? Wat is het geheim? Gewoon doen. Maar dat is zo Nederlands, om dat te zeggen. Ja, dat is het. Zeker in Amerika. Ik ben een nuchter Drent. Ja. En gewoon op de beste manier dieren helpen. En dat zien de mensen dus. En omdat wat ze zien is echt. En dat vinden ze dus. De jongste fan die bij de kliniek kwam, was 17 maanden oud. En pas een paar jaar geleden kwam een dame 100 jaar... geschoven over de drempel, moest mij dus ook nog ontmoeten voordat ze wegging. Nou ja. En dat is dus gewoon, kan ik helemaal niet begrijpen, want ik doe gewoon mijn werk. En dat is dus wat Charles heeft gezegd toen hij begon 10 jaar geleden. Dad, gewoon je werk doen. Charles is uw zoon, hè? Ja, Charles is uw zoon. Ja, hij is de producent van de show. Gewoon je werk doen en dat is dus het belangrijkste. Dat vinden de mensen mooi. Maar toen hij met het idee bij u kwam, wat was uw eerste reactie toen u zei... Godzag en toe, wat weet je toch... Wat, ik ben nou al een oude kerel. Ja. Die wil naar mij kijken. Ja. Je weet nooit hoor. Wel, hij heeft nooit geen idee gehad ook dat het zo populair zou worden. Wat was het idee? Gewoon doen wat je doet en film het maar. Gewoon was het doen niet. Wat je doet. Want de mensen die kennen dus niet altijd diergeneeskunde. En vooral dus op de boeren, zoals het gaat. Ja, de mensen in de stad die kennen dat niet. Nee. De melk komt uit de winkel. Even over de boeren gesproken. Hoe kijkt u naar de boeren in Nederland? Die hebben het moeilijk op dit moment. Die hebben het moeilijk, ja. Wat vindt u daarvan, wat hier in Nederland helaas gebeurt? Want iedereen, vind ik dus ook dat ze wel goed moeten werken. Maar als dat dus op een gegeven moment gezegd wordt, je mag dit niet meer doen en je mag dat niet meer doen. Ja, hoe kan dat dan? Ik hoop dat het goed gaat en dat ze dus weer kunnen werken. Maar ik heb dus een neef, die had de boerderij hier in Groningen. Waar jij vandaan komt, hè? Ik dacht dat u er vandaan kwam. Nee, ik kom van Drenthe. En die is dus een anderhalf jaar geleden... een half
Ja, naar Australië verhuisd. Die zag het ook niet meer zitten? Die zag het niet meer zitten. Nee. En daarmee heb ik nu al 500 koeien. Hoe verklaar jij het succes, Keva, van zo'n programma? Enerzijds is Dr. Pol een echte betrokken dierenarts. Hij houdt van dieren, hij houdt ook van mensen. Dat merk je aan alles, zonder dat hij klef wordt. Dus hij houdt een beetje dat beetje nukkige, een beetje dat nuchtere. Mm. Een beetje een nukkige man waarvan je wel merkt dat hij heel erg betrokken is en dat hij heel erg van dieren houdt. En ik denk dat die combinatie, want daarmee wordt het natuurlijk ook een beetje een character waar mensen van gaan houden, dat je daar zo'n beetje ruwe bolste blanke pit, dat gevoel. Weet je Johan Derks eigenlijk. Dat is wat je eigenlijk zegt. Kent u Johan Derks of niet? Nee. Johan Derks is mijn... Ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Ja. Sidekick, waar ik mee samen op tv elke avond zit. Okay. Die komt ook uit Drenthe en die beledigt de hele wereld. Is ook een beetje nukkig en is razend populair. Nou, ik beledig de wereld niet. Nee? Nee, maar in ieder geval, wat ik dus probeer te doen, zoals jij al zegt, ik hou van dieren. En ik hou dus ook van geneeskunde, want voor mij is het dus net elke dag en elke hond die binnenkomt, elk paard of wat komt, om een diagnose te stellen. Het is net als de rechercheur. Je moet dus alle vragen doen en alles onderzoeken. En dan kom je op een gegeven moment tot een diagnose. En dan vertel je de mensen wat je gevonden hebt. En dat wil ik dus. Ik wil dat de mensen echt weten wat er aan het dier me keert. Wat ik ga voor doen om het beter te maken. En dan begrijpen ze veel beter wat er gaat. En dat blijkt dus ook in de show. Ja. Nou, wat ook mooi. En we hebben dus heel veel van die mensen die komen bij ons en zeggen: oh, ik heb zoveel van de show geleerd. Dat vind ik fantastisch. Maar gaan ze het dan zelf ook thuis doen wat ze geleerd hebben? Ja, natuurlijk. Hebben? Maar mag dat? Dan moeten ze toch... Sommige dingen wel. Ja, maar toch niet alles, hoop ik. Wij zaten dus in Orlando in februari in de Pet Expo. En dan komt de kerel naar me toe en die zegt, ik heb ook een varkenbedrijf. Ja. En elk biggetje dat heeft het rectum eruit halen, dat dus de hangt eruit buiten, aanbijen. Ja, die ging ik afmaken, want het was te duur om de dierenarts te kopen. Dus ze zijn eraf gehaald? Ja. You know, en nou heb ik gezien hoe jij dat doet met een klein buisje en een rubberbandje. En nou red ik alles. Nou, dat vind ik het mooiste. U redt varkens in dit geval. Ja. Ja. Ja.